Goedenavond. Opnieuw rommelt het in Second Life. Wat voor Saskia 33 en Benny Beatmaster de mooiste dag van hun leven had moeten worden, liep uit op een drama. 14 jaar waren ze samen. Vandaag zouden ze trouwen, waren het niet dat Benny wegliep tijdens de ceremonie. Premier Balkenende heeft aangegeven geschokt te zijn. Ik vind het erg jammer om dit bericht te horen, maar denk ik dat dat geldt voor velen. Deskundigen spreken van een zwarte dag voor heel Second Life. Nederland maakt zich op voor een grote logistieke fusie. De Nederlandse spoorwegen gaan definitief samenwerken met sociaal netwerk Hives. Hives en NS zijn tot een overeenkomst gekomen over de koppeling van de OV-chipkaart aan de persoonlijke huisprofielen. Hierdoor worden huisprofielen direct zichtbaar op speciale schermen boven de poortjes. De NS spreekt van een doorbraak. Conducteurs kunnen eenvoudig controleren met wat voor types ze te maken hebben. De NS verwacht binnen 2 weken 90% van de passen gekoppeld te hebben. Piet Paulusma bestaat niet. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport dat de commissie sluikreclame en digidentities vanmiddag aan minister Plasterk aanbood. De weerman blijkt een reclamestunt van frituursausfabrikant Remia. Over het lichamelijk bestaan van de pseudo-weerman werd al langer gespeculeerd. Het bedrog kwam aan het licht toen vorige week de transmitters het begaven en de Paulusma-hologram enkele seconden van de buis verdween. Remia wordt daarnaast aangeklaagd voor het in dienst hebben van minderjarige werknemers. Technisch brein achter de besturing van Piet is de 13-jarige Maggie B. Dit was het NOS-journaal. Ik wens u nog een heel prettige avond. Ja, hij kan eruit. Maggie, bedankt. Ja. Asa, ik thuis, Dimas. Jana, bye bye.